Goed, ik verzoek iedereen om te gaan zitten, want we gaan beginnen. En daarmee open ik de vergadering. Er zijn verder geen mededelingen. De agenda, kan iedereen zich vinden in de agenda? Ja, dan gaan we over tot het volgende punt, het spreekrecht. Er heeft zich één iemand gemeld voor, om in te spreken bij punt 4. Dat is de heer Post. En ik zou de heer Post willen verzoeken hier naar voren te komen en uw verhaal te doen. 5 minuten is inderdaad kort. Ik zal me eerst even introduceren. Ik ben Harry Post. Ik spreek hier mede namens de bewoners van De Pol in Balkbrug. Aangrenzend aan de bedrijfslocatie van Jacobs. We zijn degene die een zienswijze hebben ingediend tegen het bestemmingsplan, maar dat niet alleen. Er loopt al sinds 2012, op het moment dat Jacobs daar min of meer naartoe werd gedirigeerd, lopen er eigenlijk al een discussie met de gemeente. En dat gaat er dan met name om dat het hier niet zozeer een kleine uitbreiding van bedrijfsactiviteit betreft of een uitbreiding van het bouwvlak. Maar met name het feit dat met aanvaarding van dit bestemmingsplan eigenlijk wordt gelegaliseerd dat er door Jacobs in de bedrijfsvoering wordt nagehouden, die betekent dat er verontreinigd dakgrind zal worden verwerkt. Verontreinigd dakgrind, en dat is toch wel iets wat heel erg belangrijk is, dat bevat in wezen, en dat is van daak opgezogen grind wat al jaren op daken ligt, en dat bevat naast een groot aantal zware metalen ook pakstoffen en andere schadelijke stoffen zoals fijnstoffen, asbestdeeltjes die uit de lucht op het dak neervallen. En dat gaat allemaal in zuigwagens van Jacobs, wordt naar De Pol vervoerd, wordt daar opgeslagen en verwerkt en overgeslagen en vervolgens in de wastrommel gedaan. En dan hebben we even met een duurzaam product, althans zo wordt het gedebiteerd. En dat bestaat dan uit schoongewassen grind. Alleen vervelend is dat wel alle mogelijkheden ontstaan dat die schadelijke en gevaarlijke stoffen juist door dat op- en overslag een weg in het milieu kunnen vinden. En het ook doen. Ja, er zijn talloze voorbeelden van. Er is bij de diensthandhaving van de bestuursdienst is een uitvoerig dossier met klachten en meldingen. Voorzien van fotoreportages en wat iets meer zijn. Wat ik van belang vind is toch wel dat de Raad dat in de overweging gaat betrekken. Ik wil daarbij ook aantekenen dat wij al sedert het gedogen van Jacobs in 2012 zonder enige regelgeving, zonder enige vooronderzoek vooraf, dat wij al in conclaaf zijn met de gemeente. We hebben diverse malen de gemeente bezocht. We hebben uitvoerig gecorrespondeerd met de gemeente. Alleen we hebben feitelijk nooit gehoor gekregen. Totdat dan uiteindelijk een omgevingsvergunning werd verleend. Dan praat ik over 26 augustus 2014. En in die omgevingsvergunning stonden eindelijk de voorschriften waaraan Jacob zich zou hebben te houden. Nou, dat zou hartstikke mooi zijn geweest als hij dat ook had gedaan. Maar dat gebeurde ze niet. Het is vanaf 2012 is dat niet gebeurd. Vanaf het moment dat de omgevingsvergunning is verleend, is het niet gebeurd. En dat heeft ertoe geleid dat wij als bewoners een verzoek om handhaving hebben ingediend bij de gemeente. Dat verzoek om handhaving heeft een weerbouw van correspondenties opgeleverd. Is uiteindelijk bij de commissie bezwaarschriften beland, omdat de gemeente weigerde te handhaven. De commissie bezwaarschriften heeft met een uitspraak van 20 april 2016 heel duidelijk aangegeven dat de gemeente behoort te handhaven. Heeft ook het advies gegeven ons bezwaar gegrond te verklaren. En heeft daarnaast ook de gemeente gezegd, u moet nu handhaven, want die voorschriften zijn er niet voor niets. Vervolgens zijn er weer allerlei overlegrondes geweest. Is Jacobs diverse malen de gelegenheid geboden om zich te verbeteren. Er is uiteindelijk weer niets van terechtgekomen. De gemeente die heeft naast de uitspraak van de commissie ook nog eens een keer in overweging meegegeven gekregen om een deskundig onderzoek te laten instellen. Van, nou, wat zijn nu exact de gevolgen voor het milieu van het opslaan, verwerken en al iets meer met het verontreinigd grind. Dat moest dan een onderzoek zijn naar de milieugevolgen in zijn algemeenheid, maar ook in het bijzonder naar de gevolgen voor de omwonenden. En dat zijn wij dus en die vertegenwoordig ik hier. Daarnaast is het ook nog zo dat op 20 meter afstand van de bedrijfslocatie melkvee graast. En er wordt ook voedsel gevonden voor de melkvee. Dus dat heeft allemaal invloed. En het is gewoon weer niet te voorkomen dat middels diffuse stofvorming, dan wel uitloging in de bodem, die schadelijke stoffen weg in het milieu vinden. En dat past niet. Dat is niet van deze tijd. En dit soort dingen gebeuren gewoon in de open lucht. Net zoals het produceren van beton en betonblokken.
Dat zijn totaal. En als die stofwolken ontstaan, dan maken wij een melding. Maar dan komt de gemeente op het moment dat die stofwolken weer verdwenen zijn. Dat zijn dingen die. Er wordt gewoon weg mee gespeeld. De moris van het hele dossier leert dat Jacobs hier een loopje mee neemt. Nou, het verzoek om handhaving heeft uiteindelijk geleid tot een brief van de gemeente van 18 oktober 2016. Waarin ze ook bepaalde onderdelen handhaving in het vuistje hebben gesteld. Zelfs onder het gebeuren van een dwangsom. Daar waren wij natuurlijk wel blij mee, alleen de handhavingsinstrumenten die dekken het hele kader niet. Het is niet adequaat genoeg om Jacobs in het gereel te krijgen. Dat heeft er ook toe geleid dat er nu op dit moment een beroepsprocedure lopend is voor de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Overijssel. Wij hebben op 7 februari aanstaande, zullen we daar een mondelinge behandeling over deze affaire hebben. En het is enigszins bevreemd voor ons als bewoners dat dit plan in stemming wordt gebracht op het moment dat er over de adequaatheid en de mate van het inzetten van handhavingsinstrumenten een procedure loopt. De commissie bezwaarschrift is hier wel heel duidelijk geweest. Die heeft gezegd, u moet handhaven. En we hebben er ook geen vertrouwen in dat het bedrijf binnen korte termijn aan alle regelgeving gaat voldoen. Dus wat wij hier creëren is in feite, onder het mom van duurzaamheid, wordt in feite verontreinigde dakvinden naar de pol gevoerd. Alles wat eruit komt, kan in de lucht verspreiden, kan in de bodem gaan of wordt op andere wijze opgevangen. Nou, wat wordt opgevangen is dan slip, zo noemt men dat. Het slip, dat werd aanvankelijk zo werd gepropageerd, zou gebruikt gaan worden voor toevoeging aan compost. En rapporten wijzen uit dat het zodanig zwaar verontreinigde grond is dat het naar speciale verwerkers moet, die daartoe gecertificeerd zijn. Meneer Post, kunt u naar een afronding toe gaan? Sorry? Naar een afronding toe. Ja, ik ga naar een afronding toe. Afgezien van wat ik net al zei, hè, de vraagstelling die bij ons opkomt is dit het juiste tijdstip om dit plan in werking te laten stellen? Of daarover te stemmen? Is er ook nog een vraag gerezen in die zin van, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat Jacobs naar de Pol 1A is gedirigeerd op het moment dat het bedrijventerrein Katingenveld volledig braakliggend was? En nog steeds grotendeels braakliggend is. Uiteraard ben ik bereid vragen te beantwoorden. Ik weet niet. Dank u wel, dat wou ik net aangeven. Zijn er nog vragen vanuit de raad? Ja, voorzitter, ik had er nog wel een vraag over. Ik heb het in het ander ook in voorbereiding op dit dossier wat teruggeluisterd. En ik weet dat de toenmalige portefeuillehouder in 2014 ook een aantal van dit soort vragen op basis van beantwoorden, schriftelijke vragen, heeft beantwoord. En dat er ook destijds controles zijn uitgevoerd, hè? Ook in het kader van, ja. Van milieu. Ja. Hè? En er was natuurlijk sprake van bij de firma Jacobs van een soort van een gedoogsituatie. Ja, dat is zelf, ik ben wel even benieuwd naar nu de recente ontwikkeling, daar waar u het heeft over, zeg maar, bezwaarschriften. Dat de gemeente moet handhaven. Ik ben daar wel even benieuwd naar van u, wat het meest recente daarvan is. En ik heb daar straks ook wat vragen over richting de portefeuille. Sorry, maar wat is u... Wat is nu concreet, wat loopt er nu precies met betrekking tot, zeg maar, de bezwaarprocedure? Ja, er zijn twee procedures geweest. Eén is er geweest omdat het verzoek om handhaving afhankelijk werd afgewezen. Toen hebben we een bezwaar er tegen ingediend en dat is uiteindelijk door de commissie bezwaarschriften behandeld. Dus we hebben een uitvoerige behandeling gehad en naar aanleiding van die behandeling heeft de commissie bezwaarschriften duidelijk gemaakt. De gemeente moet handhaven. Jacobs moet aan de voorschriften voldoen. We hebben er ook niet het vertrouwen in dat Jacobs op korte termijn aan die voorschriften gaat voldoen. En heeft daarbij tevens heel erg sterk in overweging gegeven een deskundig onderzoek te laten instellen naar de gevolgen voor milieu in zijn algemeenheid, maar voor de bewoners in het bijzonder. Dat heeft de gemeente naast zich neergelegd. Vervolgens zijn er mogelijkheden geboden aan Jacobs om aan die voorschriften en regelgeving te voldoen. Dat is tot op heden nog steeds niet het geval. Want het is op 18 oktober is dat nog duidelijk aan Jacobs kenbaar gemaakt op een aantal actiepunten ook actie te ondernemen onder het aankondigen van een dwangsom. Alleen de middelen die daar als handhavingsinstrument zijn ingezet, die dekken belangen naar de lading niet. En het ziet uitsluitend op een, ik noem maar een voorbeeld hoor, anders moet ik 10 centimeter dik dossier gaan herhalen. Maar een voorbeeld is dat de gemeente wil toezien op een aanname- en acceptatiebeleid. En een invoer- en afvoerbeleid. Dat moet dan allemaal duidelijk op schrift staan, maar het dekt de lading niet, want men ziet niet wat er binnen wordt gebracht. Dat ziet men ook niet, want er vindt alleen een visuele inspectie plaats op de daken. En daarna wordt alles gewoon weggezogen.
En dat kan dus alles bevatten. Ook, en dat is een heel kwalijk iets, want het is nog veel erger dan het normale verontreinigd dakgrind. Dat is de dakgrind wat verontreinigd is met teer en bitumen. Dat mag hij niet eens verwerken. Dat ook in de voorschrift. Maar het is onontkoombaar dat het mee wordt gezogen in de gang van het leegzuigen van zo'n dak. Nou, dat zijn allemaal kleine onderdelen, maar dat is niet het enige. Er zijn nog veel meer aspecten die ook aan de rechtbank hebben worden in zijn voorgelegd op dit moment. Er zijn geloof ik een tiental punten geformuleerd in het verzoekschrift van de rechtbank. En ook aan de rechtbank in overweging gegeven om naar eigen justitie en goedvinden daar een beslissing over te nemen. Oké, okay, ik weet in eerste instantie van de hoogte. Dank u wel. Voorzitter. Oké, ja, de heer Bak. U geeft aan dat u het niet begrijpt waarom Jacobs destijds verhuisd is naar de Pool. U geeft aan van het nabijgelegen industrieterrein zou een oplossing zijn geweest. Tenminste, als ik het goed interpreteer. Nou ja, is dat ook zo? Zou dat voor u een oplossing zijn? Is dat wel acceptabel als die daar gevestigd zou zijn? Daar is een speciaal geëquipeerd bedrijventerrein. Daar zit Van Werven bijvoorbeeld al gevestigd. Er komt nu een biobrandinstallatie van Brouwer. Qua hoogte, qua bouwwerken zou dat daar wel passen. En bovendien, kijk, de locatie, de Pol 1A, dat is zeg maar oostelijk van de N48 gelegen. En tussen de oprit van de N48 en de 48 zelf. En dat grenst aan weidegebieden en aan het buurtschap de Pol. Ja, ik geef toe, er zijn weinig omwonenden, maar die hebben natuurlijk ook hun belang. Nee, maar goed, even de vraag naar anders gesteld. U kaart heel erg de verontreiniging nu aan van wat er gebeurt. Of mogelijk, hè, de handhaving die daar dan nu opgezet is. Dat zou op een locatie op het industrieterrein niet anders geweest zijn, volgens mij. Dus ja, als het probleem met handhaving en verontreiniging en uitstoot, mogelijke uitstoot, als dat opgelost is, kan dan de Pol wat u betreft een locatie zijn waar Jacobs gevestigd is? Nou, qua bijkomende geluidsoverlast. We hebben ook gesprekken gehad met Jacob zelf. Die geeft ook toe, het is onontkoombaar dat er stofvorming is bij mijn bedrijfsvoering. En dat is ook zo. Dat maken wij vanaf 2012 al mee. Dus als er al iets zou gebeuren, dan moet dat waarschijnlijk ook in een overkapt gebouwwerk met afzuigingen en filters en noem maar op. Net zoals bij de biobrandgasinstallatie. En dat dat kan op die locatie, is dat wat u betreft goed? Nou nee, onze hele horizon, het hele aspect, het hele gebied daar is verpest. Jacobs is begonnen in 2012. Het eerste wat hij deed, is een bossingen van 1000 vierkante meter illegaal kappen en rooien. Wij keken uit op een bossingel en dan gaat straks, als de plannen doorgaan, gaat daar een 14 meter hoge transportband lopen die het verontreinigde grind, trillend en wel, topvormingen wel, in zijn silo's gaan storten. En die dan wordt het vervolgens gewassen en weer afgevoerd. Nee, maar laten we even wel zijn. Die Jacobs moet zich gewoon aan de regels voldoen. Dus er mag geen de regels naleven. Als hij de regels naleeft, is dan de locatie een probleem voor u? Dat is de vraag die ik u stel. En daar hoor ik geen antwoord op. Kijk, waar het om gaat is ten eerste natuurlijk voorkomen dat het milieuschade oploopt. En ook voorkomen dat bewoners daar op enige wijze hinder aan ondervinden. Ten tweede hebben we nog het aspect van de leefomstandigheden. Er is hier duidelijk nu al sprake van horizonvervuiling. Maar als er straks 14 meter hoog een transportband door de lucht gaat lopen, dan wordt het helemaal natuurlijk te gek. En dan is ons uitzicht waar we vroeger op loofbomen uitkeken, is niet veel anders dan dat. Een industrieterrein wat gecreëerd wordt naast het industrieterrein Katingenveld. En als je dan al een concentratie van bedrijvigheid wilt hebben, doe dat dan op het Katingenveld, waarbij dan de controlemogelijkheden, de toezichtmogelijkheden ook in één hand en in één gang kunnen gebeuren. Maar dat is nu niet aan de orde. Jacobs is hier nu op dit moment al met 11 vernootschappen daar gevestigd. Oké, duidelijk. Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja, dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Even rond. Hier geen vragen meer. Dan wil ik u hartstikke bedanken voor uw bijdrage. Dank u. En dan gaan we verder met agenda punt 4, de vaststelling bestemmingsplan de Pol 1A te Balkbrug. Wie kan ik daarvoor het woord geven? De heer Mulder, Rodemond, Bak, De Hoek, even kijken naar Oding en Van den Berg. Beginnen we bij meneer Van den Berg. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, bij een nieuwe ideale situatie zou de fractie van het CDA, net zoals vele anderen waarschijnlijk, voor een mooie, open, grote bedrijvenlocatie kiezen. Echter begrijpen wij ook wel dat het niet altijd mogelijk is en daarom willen we ook wel kijken naar de oplossingen en maatwerk daar waar het wel mogelijk is. In het voorliggende bestemmingsplan legt u milieucategorie 4 vast om zo de bedrijfsactiviteiten te faciliteren. Een vraag aan de wethouder is dan ook, kunt u kort schetsen waarom het college hier categorie 4 toestaat en welke activiteiten hierdoor zijn toegestaan, ook wanneer bijvoorbeeld er een nieuwe eigenaar komt. Voorzitter, onze grootste zorg is echter de infrastructuur. Hoewel de inrit een duidelijke verbetering is, omdat men het overige verkeer niet kruist, lijkt ons de nieuwe uitrit iets wat niet de schoonheidsprijs verdient. Wat is het voordeel van deze nieuwe uitrit en wat verbetert dit ten opzichte van de huidige situatie? En wat betekenen deze plannen voor de veiligheid van de aangelegen fietspaden? Zijn er ook andere oplossingen besproken? Of is hier vanwege de doorstroming op de N377 geen ruimte? Ten slotte, voorzitter, zou ik de wethouder toch willen vragen om een reactie te geven op de inspraakreactie van de heer Post. Tot zover in eerste termijn. Oké, dank u wel. Voorzitter, kan ik even reageren op de heer Van den Berg, tenminste met een vraag? Ja hoor. Akkoord, dank u wel. Meneer Van den Berg, u stelt dat een wenselijke situatie in uw optiek niet mogelijk is. Kunt u eventjes dat verduidelijken? Want we hebben natuurlijk leegstaand bedrijventerrein hier. Kijk, het bedrijf van de familie Jacobs, daar zit daar al. En als u opnieuw gevestigd moest worden, ja, dan zou ik ook zeggen, of zullen wij ook zeggen, ga een eentje verderop naar Kateringenveld. Maar de situatie is nu hier zo, dus we moeten proberen dat we hier een oplossing voor vinden. Maar meneer Van den Berg, voorzitter, als ik mag. Ja. Is handhaving niet gewoon een oplossing dan? Absoluut. Oké, dank u. Meneer Oding. Dank u wel, voorzitter. Even voor wat betreft het proces. We zijn benieuwd naar dat de situatie nu al voor een periode van, ik denk vanaf 2012, hè, als ik de inspreker hoor, maar in ieder geval van zo'n 4-5 jaar lang wordt gedoogd. Ik ben ook even benieuwd naar, is er ook sprake van een constructieve samenwerking, ook vanuit de initiatiefnemer, om deze gedoogconstructie zo snel mogelijk te veranderen, zeg maar. We vinden het eigenlijk best wel dat het het hele proces wel lang geduurd heeft. Voor wat betreft, en dan hebben we nog een tweetal punten, en dat is één, dat is de verkeersveiligheid. Nou, daar heeft meneer Van den Berg ook al het een en ander over geroepen, maar we hebben ook nog wat problemen met betrekking en wat onduidelijkheden voor wat betreft het parkeren op het terrein. En dat gaat met name voor de locatiegebonden medewerkers. We begrijpen dat er ook een uitzendbureau geplaatst is. Nou ja, daar snap ik dat je daar wat anders mee om moet gaan. Maar met name voor de locatiegebonden medewerkers en de bezoekers op het eigen terrein. Wij zien in dit bestemmingsplan onvoldoende terug de aantallen voor wat betreft de medewerkers en in relatie met ook de aantallen parkeerplekken. Dus daar wordt wel wat over geroepen, maar wij zien geen aantallen terug. En normaal gesproken zien we in een bestemmingsplan altijd ook aantallen terug in relatie met het aantal medewerkers en parkeerplekken. Dus de vraag is eigenlijk van waarom zijn die niet benoemd en kunnen die alsnog benoemd worden? En wat voor ons wel een heel heikel onderwerp is, en meneer Van den Berg die riep er ook aan het intanden van, dat is de verkeerssituatie. Simpel het feit dat het een toerit gebruikt moet gaan worden als zijnde ook een inrit en ook weer een uitrit voor de locatie, dat vinden wij op zich al wel bijzonder. Wij vinden het op zich ook al een gevaarlijk kruispunt zoals die nu gesitueerd is. Daarbij hebben wij begrepen op basis van wat vragen richting de ambtenaren dat de huidige inrit aan de Koevorenweg ook nog steeds gehandhaafd blijft. Dus we zijn even benieuwd. Is er nu sprake van straks enkel en alleen een inrit en een uitrit op de toerit van de N48? Of blijft de huidige inrit en toerit aan de Koevorenweg ook nog steeds gehandhaafd? En dat vinden we een zeer onwenselijke situatie, met betrekking tot het fietspad wat er voorbij loopt. Maar ook voor wat betreft de verkeersveiligheid en de doorstroming van de N377. We vragen ons ook af dat als de nieuwe uitrit aan de N48...
zeg maar, die wordt niet ontsloten richting de Hogeveen. Die wordt ontsloten richting de Koevoordenweg. Dus hoe gaat het vrachtverkeer wat van het terrein afkomt, uiteindelijk weer zijn weg vinden richting Hogeveen? Dus we zien het in die tekening en we zien het in het raadsvoorstel onvoldoende terug. En tenslotte, voorzitter, hebben wij ook een vraag. Wij zien in het raadsvoorstel dat de provincie overleg heeft gehad met het Rijk en met Rijkswaterstaat, ook voor wat betreft de toerit. Daar waar wij proberen op een gegeven moment, ook straks nu met de nieuwe stroomweg, de N34, hè, om alle opritten en toeritten, zeg maar, om die echt daarvoor ook sec te gebruiken, zien we hier weer een, ja, vergeef me het woord gekunstel, maar hè, we zitten weer naar een situatie te zoeken om meteen het allemaal daar te faciliteren. Maar wij zien nergens terug in het raadsvoorstel dat, zeg maar, ook het Rijkswaterstaat daarmee akkoord is. En dus dat op een gegeven moment die N48 daarmee, dat die daarmee eens zijn. Dus we hebben dat in dit niet gezien. We zien wel op een gegeven moment dat er overleg is geweest en in de vragen naar de ambtenaren hebben we dat ook wel teruggekregen. Maar ik zie het in het raadsvoorstel niet terug dat het Rijk akkoord is met dat de toerit naar de N48 op die wijze gebruikt wordt. En daar willen we ook graag een reactie op. Oké, dank u wel, meneer Orink. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik kan me volledig aansluiten bij de voorgaande sprekers, dus die vraag kan ik laten liggen. Wat ons wel zorgen baart is inderdaad handhaving en goed en correct ondernemerschap. Dat sluit denk ik goed aan bij de heer Post die insprak. Wij zijn dan ook heel erg benieuwd om te horen van de wethouder hoe die daar tegenaan kijkt. Want dat een bestemmingsplan hier voor ons neergelegd wordt en dat het kan binnen de wet, wil niet altijd zeggen dat het dan ook moet kunnen als een ondernemer in het verleden zich niet heeft gedragen zoals het hoort. En gaat hij dat dan ook in de toekomst beter doen? En welke garantie hebben we daar dan in? Daar zou ik graag een reactie op willen hebben. Oké, dank u wel. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag is waarom hier categorie 4 toegestaan wordt. Ik wil dat ook graag zien in relatie tot andere locaties. Want zou dit geen precedent kunnen scheppen voor andere locaties eventueel in de toekomst? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag gaat over waarom de gemeente niet over is gegaan tot handhaving. Ik wil daar wel eens een motivatie achter zien van waarom dat niet gedaan is, wat de overwegingen daarbij geweest zijn. Derde vraag, dat gaat over de houding van de initiatiefnemer. Want ik heb, als je de stukken bekijkt, zie je dat hij al een aantal keren geweigerd heeft om uiteindelijk zijn bedrijf op orde te krijgen en te voldoen aan de regels. Dus ik wil graag van de wethouder horen hoe hij daar tegenaan kijkt, wat hij daarvan vindt. Het volgende punt is, het gaat ook over initiatiefnemer. Heeft hij zelf voorstellen gedaan om eventueel te gaan verhuizen naar het industrieterrein? Dan wel heeft de wethouder daar met hem over gesproken en wellicht dat er een suggestie gedaan is vanuit de gemeente van u kunt beter verhuizen naar het industrieterrein, want daar heeft u minder problemen te voorzien. Een andere vraag gaat over, over wat de inspreker noemde, het deskundigenonderzoek. Ik ben wel even benieuwd waarom dat niet op die manier is uitgevoerd. En ik ben ook wel even benieuwd of we deze procedure niet even moeten aanhouden in afwachting tot de beroepsprocedure van aanstaande 7 februari. Ik wil ook eens even weten hoe de wethouder daar tegenaan kijkt. Tot zover mijn vragen. Oké, dank u wel, meneer Bak. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik had ook het een en ander opgeschreven met betrekking tot de ontsluiting van het terrein en daarmee een mogelijke onveilige situatie. We kennen allemaal die kruising wat betreft, als het gaat over verkeersveiligheid op dit moment. En als je daar iets aan toevoegt wat een beetje afwijkt van de normale situatie, kan ik me voorstellen dat dat in ieder geval niet bijdraagt aan de veiligheid. We hadden nog wat zorgen over de milieubelasting van dit bedrijf op deze locatie en daarmee ook de vraag, wat is eigenlijk de belasting ten aanzien van het milieu van dit bedrijf, ten aanzien ook van de ambities voor het duurzaamheidsbeleid wat wij ook hebben uitgesproken. Ik besef mij dat dat deels gaat over energieopwekking, maar ik trek dat in mijn hoofd in ieder geval wat breder. Hoe kijken we daar tegenaan? Ook wij zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder met betrekking tot de zorg van de omwonenden die hier zijn verwoord door de heer Post. Met name dan op het gebied van hinder, veiligheid, gezondheid en horizonvervuiling. En inderdaad, de heer Bak refereerde er ook al aan, er is voldoende bedrijventerrein in elders in de gemeente waar het ook zou kunnen wat anders betreft.
zijn die opties wel verkend. En in dat licht wil ik graag eventjes uit het raadsvoorstel zelf min of meer citeren. Het bedrijf was gevestigd aan de Zwolseweg. Die activiteiten hebben geleid tot geluids- en stofoverlast bij de omwonenden van het bedrijf. Omdat het bedrijf op die locatie ongeschikt is voor de beoogde bedrijfsactiviteiten, is het bedrijf verplaatst naar een locatie aan de Pol 1A, die nu ongeschikt blijkt te zijn, waardoor we nu voor deze discussie staan, te weten, een bestemmingsplanwijziging. Hierop graag ook een reactie van de wethouder. Oké, dank u wel, meneer Roodemond. Meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter. Het gros van de zaken is uiteraard al verteld. En ik wil toch wel benadrukken dat wij vanuit de PvdA het belangrijk vinden dat de zaken die de inspreker heeft aangegeven, dat de wethouder daar ook naar kijkt van de problemen in het kader van handhaving en de bedrijfsvoering in relatie tot dit bestemmingsplan wat nu voorzit. Wat is de reden dat om dit nu, ook lopende de procedure die er is, om dit nu voor te leggen? En is het niet handig om inderdaad, of in ieder geval op zijn minst, respect naar de indienst van de zienswijze en ook de inspreker en waar hij voor staat, om te wachten met dit bestemmingsplan, om duidelijkheid te hebben met wat er uit de procedures komt. Voor zover. Oké, dank u wel, meneer Mulder. Mag ik de wethouder verzoeken naar voren te komen? Dank u wel, voorzitter. Even voor het verhaal. Het gaat hier vanavond, en ik snap dat het moeilijk los van elkaar te zien is, maar het gaat hier vanavond niet over een handhavingszaak. Het gaat hier vanavond over wel of niet een bestemmingsplanwijziging voor de Pol 1A. Dat is de casus die voor vanavond voor ligt. Ja? Voorzitter, als u daar toch op mag reageren. Ja. Ik zie het toch anders, meneer Prinsen. Ik denk dat als een ondernemer telkens weer bewijst zich niet aan de regels te houden, hij zich eerst maar eens moet bewijzen dat hij zich aan de bestaande regels kan houden, alvorens die toestemming krijgt om verder met zijn bedrijfsactiviteiten uit te breiden. En volgens mij is dat best wel een hele principiële. En misschien is dat in het kader van ruimtelijke ordening wat bijzonder om dat op deze manier te verwoorden. Maar dat is wel hoe ik er tegenaan kijk, hoe onze fractie daar tegenaan. Maar dat, voorzitter, staat de raad vrij om er tegenaan te kijken zoals ze er tegenaan willen kijken. Laat dat ook volstrekt helder zijn. Maar we stellen in deze zaal heel veel bestemmingsplannen vast zonder dat we weten wat voor gebruik daarop komt. Dan stellen we de categorieën vast. Ja, doen we meestal voorafgaand aan dat we met een nieuw bestemmingsplan gaan of een nieuw bedrijventerrein gaan uitgeven. Maar even strikt juridisch gesproken, vanuit de ruimtelijke ordening beredeneerd, gaat het hier vanavond over een bestemmingsplan. Ja, een toestemming, wel of geen toestemming voor een bestemmingsplanwijziging. Ja, dat is eventjes wat ik aan het begin wil aangeven. In 2012 was er een situatie. Voorzitter, meneer Bak. Ik begrijp dat wat u zegt, meneer Prinsen. U geeft aan van we stellen vaak bestemmingsplannen vast en dan weten we ook het gebruik niet. Daar ben ik met u eens. Maar we stellen niet zo vaak bestemmingsplannen af waarvan we op voorhand weten dat er vele bezwaren zijn, dat er vele klachten zijn. En dat er een beroepsprocedure loopt. Dus ik denk dat het wel degelijk verschil is en dat we daar als raad dat er degelijk rekening mee hoort houden. Dat is aan u. Ja. Vandaar dat ik het ook bedoel. Ik geef als portefeuillehouder ruimtelijke ordening even aan hoe wij vanuit het college ten aanzien van het voorstel wat hier ligt erin zitten. In 2012 was er een situatie van dit bedrijf aan de Zwolseweg tegen de nieuwbouwwijk aan. Die om een aanpak vroeg. Op dat moment kwam de locatie van de vroegere zoutopslag vrij en daar zat een bestemming op, bedrijventrein. Het was gewoon een bedrijventrein, er zat een bestemming op. En dat de vorige eigenaar, en ik denk ook dat vanuit de zoutopslag dat het was, had een bestemming 3.1. Het verzoek wat wij binnenkregen om medewerking te verlenen aan de verplaatsing, nou op zich hoefden wij daar geen medewerking aan te verlenen, want als iemand binnen de milieucategorieën blijft zoals die daar zijn vastgesteld, dan is dat op zich geen enkel probleem. Maar een serie van de activiteiten die dit bedrijf daar wilde gaan uitvoeren, passen niet binnen die bestemming. En toen hebben wij vanuit het college, ik vanuit de ruimtelijke ordening, een collega vanuit milieu, hebben wij de afspraak gemaakt dat
de activiteiten die passen binnen 3.1, die kunnen worden vergund. Ja? En wij medewerking wilden verlenen aan een uitbreiding van het bestemmingsplan, dat er activiteiten plaats mochten vinden. En daar hebben we een omgevingsvergunning milieu voor vastgesteld. Dus je moet je voorstellen, als je een omgevingsvergunning milieudeel hebt en je hebt zeg maar een ruimtelijk deel, daar hebben we het milieudeel al wel van vastgesteld, om ook een titel te hebben voor handhaving. En dat is vanaf 2014 gebeurd, ook met het oog op dat er in 2014, 2015 het bestemmingsplan onherroepelijk zou zijn. Maar in die tijd speelde de discussie over de N377, die van misschien wel een 100 kilometer weg zou worden met alle gelijkvloerse kruisingen eruit. Alleen die discussie is gelopen zoals die gelopen is, 80 kilometer. En het kruispunt zoals dat er ligt, voorlopig of vooralsnog, niet in het programma meer zit van de provincie. Dus we hebben gewacht, we hebben gewacht en we hebben gewacht. Uiteindelijk hebben we gezegd, daar zijn activiteiten die niet passen binnen de bestemming. Dus we moeten heel snel aan de slag met dat bestemmingsplan. En daar is de provincie is daarin met ons meegegaan en heeft gezegd, alleen de verkeerssituatie is een situatie die wij zo niet willen. Dan kan je discussiëren over een aantal verkeersbewegingen enzovoort. Alleen de provincie heeft aangegeven, wij willen niet die verkeerssituatie, niet de ontsluiting op die wijze van het bedrijf. Met name niet voor het vrachtverkeer. Dus willen wij instemmen, dan hoort er ook bij een aanpassing van de uitrit en met name voor vrachtverkeer. Daar hebben Rijkswaterstaat en daar hebben ook provinciale waterstaat hebben zich daarover gebogen. Samen met onze deskundigen van verkeer. En dit is de oplossing geworden wat u voorgeschoteld heeft gekregen. De tekeningen en alles, als goed is, zitten erbij. Er zijn allerlei andere varianten bekeken met verkeerslichten. Maar dan zouden er ook verkeerslichten zijn voor de uitrit vanuit Ommen. Maar omdat die provinciale weg niet aangepakt wordt op de wijze zoals wij voorstonden, verdween dat van tafel. Dus de aantal opties wat tot een oplossing zou kunnen leiden, nam ziender ogen af. En dit was de beste oplossing, omdat je dan in deze oplossing nog één gevaarlijke oversteek met het fietspad hebt. En die is dusdanig georganiseerd nu al, dat het verkeer wat afslaat op een voorrangsweg rijdt. En de parallelweg, dat is geen voorrangssituatie. Bij de entree zoals die nu geldt, op dit moment, is het zo dat de fietsers die over de parallelweg gaan, en ook ander verkeer, die heeft voorrang ten opzichte van het afslaand verkeer naar de locatie van Jacobs. En dat werd door de deskundigen als veel gevaarlijker geacht dan de situatie zoals die nu hiervoor ligt. Dat betekent dat het vrachtverkeer de oprit naar Hogeveen gewoon gebruikt en ter hoogte van de nieuwe entree van Jacobs afslaat. Het verkeer wat van het Jacobstrein komt en naar Hogeveen wil, mag niet bij de oprit links afslaan naar Hogeveen. Die gaat terug, die moet een lus maken. Hetzelfde hebben we ook jaren gezien bij Friesland Campina, dat is al wat langer geleden. Ja, die moesten ook eerst een lus maken voordat ze de richting in konden slaan naar bijvoorbeeld de richting Koevoorn. Ja, is dat een geweldige oplossing? Nou, het is niet. Als ik er naar kijk, denk ik van, goh, dat vrachtverkeer wat eerst zo'n lus moet gaan draaien. Maar het is de enige mogelijkheid om op die wijze, dat volgens Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat, daar kregen we de handen voor op elkaar, om bedrijven op die wijze te ontsluiten. Voorzitter. Meneer Van den Berg. Ja, meneer Prinsen, u zegt dat verkeer wat naar Hogeveen moet eerst rechtsaf. Ja? Maar hoe gaat het dan straks als die nieuwe situatie daar op de kruising is? Dan komt er zo'n flyover straks. En dan kunnen ze dan niet meer bij die stoplichten daar links. Er zijn geen verkeerslichten. Ja, nu iets verder als Frieslandvoet. Ja, neem maar aan. Ze kunnen ook richting Koevoorde rijden. En dan pakken ze de eerste doorstik en gaan terug en kunnen zo. Ze hoeven niet per se richting Balkbrug, ze kunnen ook richting Koevoorde. En dan kun je de doorsteek maken en dan kom je weer op de goede weghelft. Meneer Bak. Voorzitter, om toch even het helder te hebben. Want ik begrijp het nog niet helemaal. Maar wordt dan de oude uitrit gebruikt om weer richting Hogeveen te komen? Nee. Heeft u daar vertrouwen in dat het niet gaat gebeuren? De uitrit voor vrachtverkeer sowieso is de uitrit zoals die op de tekening is bijgeleverd. Ja? En
Ja, als ze naar Ommen willen, is het vrij eenvoudig. Willen ze naar Hogeveen, dan moeten ze eerst naar de Koevoordenweg, lus maken en weer terug. En u vraagt mij of ik daar vertrouwen heb. Ja, wie ben ik om te zeggen, daar heb ik geen vertrouwen in, of daar heb ik wel vertrouwen in. Dat is een situatie, ja, die hier ligt. En daar zal ook op gehandhaafd moeten worden door politie en dergelijke. Ja? Ja, dank u wel, voldoende. Meneer Rormans. Voorzitter, dank u wel. Ja, mogelijk heb ik het in uw verhaal gemist, want u zei van even het verhaal. Er is hier een locatie die naar ons gevoel in ieder geval niet geheel wenselijk is, niet ideaal. En we lijken ons in allerlei bochten te wringen, verkeerstechnisch, milieutechnisch, handhavingstechnisch, om dit bedrijf maar op deze locatie te krijgen. Kunt u mij eventjes duiden waarom er niet gewoon nu wordt gekozen om dit bedrijf überhaupt elders te plaatsen, waar het verkeerstechnisch, milieutechnisch, gezondheidstechnisch, et cetera, veel idealer is voor iedereen zo'n beetje, behalve dan dat het mogelijk wat kosten met zich mee gaat brengen? Ja, dat is één punt. U heeft, als u de stukken gezien heeft, en dat heeft u kunnen zien dat we op alle terreinen is onderzoek verricht. Is gekeken, past dit volgens de regelgeving zoals we die kennen in dit land, past de vestiging van zo'n bedrijf met deze milieucategorie, past die op deze plek? Ja, we hebben geluid, verkeer, stof, milieu, zeg maar. Dat zijn zaken die allemaal onderzocht zijn. En dit is een plek, en ik denk dat u zich wel georiënteerd heeft op de plek. De plek ligt daar redelijk beschut. Ja, het is vanaf de openbare weg, want het is toch ook een vorm van recycling wat ze daar als een van de activiteiten doen. Het ligt niet volop in het zicht. En wij hebben, dat is een goede plek, geacht voor de activiteit zoals die er nu plaatsvinden. En onderzoek heeft aangetoond dat het dus past. Ja, en daar zullen we ons dan op moeten baseren. Meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Met dien verstande dat het niet echt aangemerkt kan worden als een bedrijventerrein. Er staat nu een bedrijf en het is een terrein, prima. Maar iets verderop ligt Katingenveld, om maar wat te noemen, met allerlei percelen die we ook nog zouden kunnen gebruiken. En dit is natuurlijk ingeklemd, u schetst het al, in een op afrit N9, et cetera. Dus het, ja, nogmaals, ik vraag me echt af, waarom is er niet gewoon met mannenmacht gezocht naar een terrein wat veel meer geschikt is, even los van al die regels die u noemt. Ik geloof u op uw blauwe ogen, maar... Beetje groen. Beetje groen, prima. Dan nog... U snapt mijn vraag toch wel? Jawel, die snap ik wel. Maar kijk, er ligt een bedrijfsbestemming, dat is de basis. En die bedrijfsbestemming, die geeft toestemming voor bepaalde categorieën bedrijven. Dit bedrijf zit daar, en eventjes heel klinisch benaderd, die doet een verzoek. We willen graag dit soort activiteiten hier doen. En is dat pas te krijgen? Dan is het aan de overheid om daar onderzoek naar te doen. Er zijn richtlijnen voor in dit land, om dat onderzoek te doen, om te kijken of die bestemming daar pas te krijgen is. Want er ligt gewoon je kan wel zeggen het is geen bedrijventerrein. Het is wel een bedrijventerrein, want er ligt een bedrijfsbestemming op. Ja, alleen, hier zit toevallig één bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat het geen bedrijventerrein is. Nou ja, dan moet ik mijn vraag nog wat meer preciseren misschien. Maar goed, volgens mij hebben wij in deze gemeente en in ieder geval in deze provincie afspraken om, hè, daar is die ook weer, de bedrijvigheid wat meer te concentreren. En dit lijkt mij toch wat meer... zo'n versnippering van het landschap, wat ook nog eens een keer een toevoeging krijgt. Nee, maar dan hadden wij 14 meter hoog bouwwerk. Ja, maar dan hadden wij dit bedrijventerrein in het verleden, toen het vrij kwam van de provincie, hadden we dat bedrijventerrein moeten aankopen. Dan hadden we moeten zeggen van nou, we halen de bestemming eraf, want wij vinden dit geen toekomstbestendig bedrijventerrein. Ja? Die keus hadden we toen kunnen maken, hebben we niet gemaakt. En nu hebben we die keus dus niet, hoor ik u zeggen. Nou ja, als u zegt van gemeente, wij willen daar een stukje natuur, koop het aan en ontwikkel daar natuur en zorg dat die ondernemer op het bedrijventerrein komt, liefst binnen de gemeente Hardenberg af, ja? Zodat er een nieuw bedrijf, ja, dan ligt daar toch een opdracht van uw kant. Maar die opdracht heb ik niet. En je kan maar zo niet een bestemming die op een locatie ligt, zomaar even weghalen zonder consequenties. We kunnen het wel zomaar wijzigen, begrijp ik. Ja, dat kan. We hebben in dit land regels met elkaar afgesproken om niet in willekeur te treden. Exact. Er zijn regels afgesproken in dit land waaraan
bepaalde activiteiten moeten voldoen, willen ze in een bepaalde bestemming passen. Precies, het, verzoek, ja. Het verzoek is hier dat nu gekomen. Dat kan linksom en rechtsom, hè? Nee, het verzoek is hier gekomen. Gemeente, past deze activiteit binnen de bestemming 3.1? Nee. Dan is er gewoon, is redelijk transparant. Dan kun je zien welke categorie daar wel bij hoort. Dat is de categorie 4.1. En dan komt er een verzoek bij de gemeente. Wil u dan de bestemming wijzigen en kunt u de bestemming wijzigen? En dan kun je, kunt maar niet zo zonder argumenten zeggen, dit gaan we even niet doen. Ja? De argumenten zijn gelegen in het onderzoek wat uitgaat van afstanden, van allerlei andere gegevens. Nou, ik hoef ze allemaal niet op te lezen, dat hebben ze vaker gehad. En dan maakt u de keuze. En wij hebben die keuze gemaakt om te zeggen, onderzoeken wijzen uit dat het daar past. Dus wij willen daar wel medewerking aan verlenen. Ja? En dat er dan een handhavingszaak ligt, dat is zo. Ja, en daar zijn we ook, en als u goed gelezen heeft, zijn we er ook volop mee bezig. De ondernemer is er zelf mee bezig. Heeft wel even geduurd, geef ik ook toe. Maar goed, zo af en toe is het ook even duimschroeven aandraaien. Ja, en er liggen nu een serie opdrachten voor hem die volop bezig is om uit te voeren. Tenminste, de laatste informatie die ik heb is van 16 december. En daar hebben we toch een behoorlijke voortgang weer in de activiteiten gezien die hij onderneemt om binnen de verleende milieuvergunning te blijven. Ja? Goed. Meneer Oring had nog een vraag. Ja, voorzitter. En dat concentreert zich toch met name op wat minder op het milieu, maar meer toch op zeg maar, dat verkeersonderwerp wat lastig is. Ik zie, en dat is met name zeg maar, in de reguliere bedrijfssituatie is er sprake van 84 vrachtwagenbewegingen per etmaal. En het gaat nu ook om zeg maar, extra vrachtwagenbewegingen en nog eens verkeerd zeg maar, bewegingen met betrekking tot bestelauto's. Ik ben even benieuwd naar welke berekening ligt er aan de grondslag. Dus er wordt een aantal vermeld met betrekking tot het toenemen van het aantal verkeersbewegingen. Welke belegingen liggen er aan de grondslag? En is er ook rekening gehouden met een eventuele groei? Dat zijn aangeleverde cijfers door het bedrijf zelf. Want die kent zijn bedrijfsvoering. En er zal vast een bepaalde mate van groei zal daarin zitten. Maar dan maak je dus de verkeerssituatie maak je dus zodanig dat je niet zo afhankelijk bent van één of twee vrachtauto's meer. Want dat is het personenvervoer wat er met name in de ochtend even plaatsvindt, vaak voor 7 uur. Als alle mensen van daaruit vertrekken naar de plekken waar ze die dag hun werk hebben. En s'avonds na 5 uur, en soms ook veel later dat ze terugkomen. Maar dat is op zich het probleem niet, maar het probleem is met name het vrachtverkeer. Ja, en daar is nu een oplossing voor gezocht. Ja, en het vrachtverkeer, dat is nu, er is een berekening opgestuurd en die is door de geleerden waarschijnlijk akkoord bevonden. Ik heb hem niet gecheckt en die zit op een dik 80 verkeersbeweging per etmaal. Dat klopt. Ja, en er zal vast enige mate van goed. Maar maakt het verschil of het 80 of 100 zijn? Maakt het verschil voor het wel of niet instemmen met bestemming? Ja, ik stel de vraag ook maar. Ja, nee, ook een terechte vraag overigens, werd al niks mis mee. Maar even voor mijn situatie om het te snappen. Het blijft dus zo dat het vrachtverkeer straks enkel en alleen gebruik kan gaan maken van de uitrit op de toerit, de N48, om het maar even complex te zeggen. Ja. Daar kan het vrachtverkeer alleen op uit. Ja, en het personenverkeer ook. Die mag ook. Maar die houdt ook nog de bestaande inrit blijft open. Want er was ook een vraag van u van dat die staat nog steeds op kaart. Dat is zo. Ja. Okay. Goed. Meneer Van den Berg. Ja, voorzitter. Meneer Prins heeft het over 80 vervoersbewegingen. Ga ik er gemakshalve maar even vanuit dat 8 uur per dag, dat is 10 per uur, 5 linksaf en 5 rechtsaf. Nou, dan zie ik heel wat slingerbewegingen daar op de 377 plaatsvinden. Dus komt dat de doorstroming van de 377 wel ten goede? Ja, maar kijk, u doet nu al een bepaalde aanname hoe dat gaat. Maar het meeste vrachtverkeer vertrekt 's ochtends heel vroeg. Ja, en komt s'avonds terug met lading. Ja, vooral daar waar het een activiteit met grinten betreft. Er is ook wat vrachtverkeer midden op de dag die toeleveranciers en degene die de blokken afhaalt. Ja, af 8 auto's. Ja, want in die branche waarin ze zitten gaan we praten over een etmaal. Ja, het is 's ochtends vroeg en het gaat s'avonds ook wel eens lang door met verkeersbewegingen. Ja, is dat nou veel zorg dat voor opstapping? Nou, ja, ik ben daar zelf niet zo bang voor. Maar goed, ik heb het niet onderzocht. Zou je dat willen onderzoeken? Nee, maar als u zegt, ik heb aanvullende gegevens nodig over het een of ander, dat is aan u. Maar nogmaals,
Het lijkt daarom sluit de vraag ook. Ja, het lijkt mij lastig om te onderzoeken of we 8 vrachtauto's per uur, als we even van het gemiddelde en de benadering van de heer Van den Berg uitgaan, als 4 vrachtauto's even de beweging naar Koevoorde maken, de tussendoorsteking maken en weer terugrijden. Nou jongens, ja, volgens mij betekent dat niks voor opstopping. Echt niet. Ja? En ik wilde nog wel eens een verkeersdeskundige even aanvullend naar laten kijken van nou, wat betekent dit voor die situatie als u dat op prijs stelt. Dus dan moet dat even meegenomen worden, ja, dat we er even een kort notie van maken in het verslag of zo, of even een apart onderdeeltje. Maar ik zie daar zelf nog niet zo het probleem in. Voorzitter, ik heb er toch wel even een veranderende vraag over. Als je weet waar het naartoe gaat, dan is het wel even interessant om vanuit de huidige vergerende bestemmingsplan te weten wat het aantal verkeersbewegingen nu is. Wellicht kan dat nog even... Dat is ongeveer hetzelfde niveau, denk ik. Het zal wel iets lager liggen. De activiteiten zullen iets groeien, maar nu hebben ze deze activiteiten ook al. Ja? Nou, volgens mij over verkeersveiligheid hebben we volgens mij al veel gehad. Ja, daar heb ik nog één vraag over. Waarom gaat de bestaande oprit niet dicht? Wat is daar de motivering achter? Dat zal ik ook in het verslag aangeven. Ik heb hem zo niet paraat. Parkeren op het terrein. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er? Nou, volgens mij is daar wel de gebruikelijke norm op losgelaten. Maar als u hem niet uit stuk kan halen, zullen we zorgen dat hij erbij komt. Ja, want al dit soort dingen, parkeren op eigen terrein, daar zijn gewoon normen voor. En dat heeft te maken met het aantal werknemers en zoveel marge voor bezoek enzovoort. Dus daar is rekening mee gehouden, maar ik zal zorgen dat, dat u die op papier krijgt. Dan heeft u dat in ieder geval helder. Rijkswaterstaat, provinciale waterstaat heb ik gehad. Over de rol van de initiatiefnemer heb ik al iets gezegd. De initiatiefnemer die daar activiteiten doet, waar heel vaak... ik heb collega Jansen net horen zeggen, we hebben nog nooit zo vaak ergens controlebezoeken gedaan. Omdat er heel veel verzoeken zijn om handhaving. En je moet ook snappen dat als je belt dat er niet binnen 5 minuten iemand kan zijn. Ja, en bij heel veel controles, en ik bedoel, er liggen hele dossiers van. Bij heel veel controles is er niks onwenselijk aangetroffen. En op het moment dat er iets onwenselijk aangetroffen is, krijgt de initiatiefnemer, de ondernemer krijgt de gelegenheid om het te herstellen. En als dat niet gebeurt, dan wordt er opgetreden. Ja? En het verzoek om handhaving, dat is ook een goed gebruik. Als er een verzoek om handhaving komt, is de eerste vraag die je altijd hebt te stellen is, kan dit worden gelegaliseerd? En daar zijn we volop mee bezig in het kader van het bestemmingsplan. Toen er uiteindelijk toch situaties waren die ook niet meer pasten binnen de verstrekte omgevingsvergunning milieu, toen is er een last onder dwangsom en dat soort dingen. Daar is nu op dit moment sprake van, is dat toen opgelegd. Het aanhouden van het een, hè, dat is ook een advies om wel of niet aan te houden. Ja, ik zou daar niet voor zijn, omdat met name ook het bestemmingsplan aan zich, waar ik ook mee begon, losstaat van handhaving. Dus het traject kan gelopen en als straks het bestemmingsplan er ligt, en dat gebeurt ook nu al, als het bestemmingsplan er ligt, heeft de ondernemer zich te houden aan datgene wat hij vergund krijgt, zowel qua ruimtelijke ordening, qua bestemmingsplan, als qua milieu. Ja, en nogmaals, er zijn redelijk wat boekwerken van alle controles die daar zijn uitgevoerd. En u heeft ook de onderzoeken gelezen op basis van het bestemmingsplan, welke onderzoeken zijn verricht. En daar zijn toch geen conclusies getrokken die het naadje zijn, die op de grens zitten. Ja? Maar dat zijn volgens mij hele heldere conclusies. Maar het staat er valt bij dat een ondernemer gewoon zijn ding doet. En laat gewoon helder zijn, als een ondernemer categorisch weigert om een plan van aanpak, wat er opgesteld is, om dat niet uit te voeren, dan bereik je een keer met elkaar een punt. Ja? En dat hebben we op een paar dingen hebben we een punt bereikt, dat we zeggen, ja, en nu is het een dwangsom, last onder dwangsom. En nou goed, daarom zijn ook weer die controles. 16 december had ik het net over, is een controle geweest. Nou, daar krijgen we binnenkort, als het goed is, ook de rapportage van. En ook even kijken hoe verhoudt zich dat tot de afspraken die we hebben gemaakt. En als dat niet goed is, dan heeft dat consequenties. Elders, er was ook een vraag, kan hij niet elders naartoe? Jazeker. Ja. Er is nog wel een klein plekje, dus niet zo'n groot gebied. Op Katingenveld is nog een deel van het gebied wat 4.2 toestaat. Ja.
Nou, op het moment dat, dat dit bedrijf naar, naar de plek aan de Pol 1A verkaste, was dat niet een vrije plek. Want er was een initiatiefnemer waar we heel lang mee gesproken hebben. Ja, en wat uiteindelijk niet is doorgegaan. Maar wat ik al aangegeven heb, hij zit op een bedrijventrein. Ook al lijkt dat misschien van anders, maar hij zit gewoon op een bedrijventrein. Met een bedrijvenbestemming, met een bepaalde categorie. En het is een hele legitieme vraag. Ja, en die horen wij ordentelijk te beantwoorden. Dus wij kunnen wel roepen, ga die maar naar een andere plek. Ja, dat bepaalt de bepaalde ondernemer. Dat mag je zelf. Meneer Bak. Mijn vraag is ook even specifiek geweest. Is dat te sprake geweest? Heeft de initiatiefnemer daar zelf datzelfde sprake gebracht? Van, goh, dat zou ook een optie voor mij zijn, of niet? Wij hebben dat ter sprake gebracht. Ja, en dat is gebeurd aan het begin. Want laten we eerlijk zijn. Ik verkoop liever grond van wat we in voorraad hebben. Dan dat die op een plek gaat zitten wat van de ander is. Ik bedoel, ja. Maar goed, als het dan zover is, als iemand dan de keuze maakt, dan kun je niet blijven. Dan ga je niet zitten traineren van je hebt onze grond niet gekocht, dus nu mag je even niks. Dat zou niet eerlijk zijn. Ook in het traject hebben we wel eens gehad over splitsing van bedrijfsactiviteiten. Zou je de bedrijfsactiviteiten niet splitsen? Ja, dat zijn ook van die dingen die we voorgelegd hebben aan de ondernemer. Maar de ondernemer maakt daar zijn eigen keuze in. En dat is hartstikke legitiem. Ja. Voorzitter. Meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Daarover dan nog even de vraag. En, misschien moet die maar even schriftelijk, dus technisch beantwoord worden. Maar kunt u een schets geven van mogelijke consequenties als wij dan onverhoopt als raad zeggen, nou, dit vinden wij een niet echt wenselijke situatie. We zien hem toch liever verhuizen naar dat perceel Katingenveld. Dan kan ik me voorstellen dat daar enige kosten mogelijk ook voor de gemeente bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld omdat bedrijvendeel van die locatie af te halen, et cetera. Kunt u daar een beeld van geven? Nogmaals, dat mag wat mij betreft ook schriftelijk. Ja, ik hou er niet van over dat soort dingen voor de vuistweg gewoon iets te zeggen. Dat zul je heel goed moeten onderzoeken. En dat is nog wel een juridische kluif. Laat ik het maar zo zeggen. Dat krijg je maar zo niet over een week dat ik je even op een presenteerblaadje kan geven van nou, dit is de consequentie als u niet instemt en daar hoort dit prijskaartje bij. Ja. Nee, dat is. Is dat een nee op dit verzoek? Of, dat is voor de termijn van 2 weken is dat een nee en misschien ook wel voor een hele lange termijn, maar dat is heel lastig te bepalen. Ik heb die termijn zelf niet genoemd, maar ik ben er wel erg benieuwd naar, omdat je toch ziet dat er een situatie gaat ontstaan. Die we toch weer vanuit een soort, soort van onwenselijkheid toch maar weer gaan repareren. Ja, is een lange historie inmiddels aan het worden. Kijk, ik snap dat ik het zeg wat misschien niet goed voelt. Maar het zou helpen, in ieder geval voor het deel handhaving bestemmingsplan. Milieu hebben we geregeld. Het is een omgevingsvergunning milieu. Het zou ons helpen dat we een vastgesteld bestemmingsplan hebben. Dat helpt in de handhaving. Ja, want voor milieu hebben we omschreven wat daar mag. Tot welk niveau? En voor het bestemmingsplan aan zich, voor het ruimtelijk deel, konden we dat niet, omdat eerst die wijziging er moest zijn. En als we straks die wijziging hebben, dan hebben we met name voor het ruimtelijk gebruik, niet voor dat wat er gebeurt, want dat is in het milieudeel wel geregeld, in ieder geval voor wat betreft het milieubelastende deel, maar met name voor het ruimtelijk gebruik zou het ons helpen om daar qua handhaving misschien iets beter te kunnen acteren. Ja? Voorzitter, volgens mij heb ik de grote lijn van het verhaal wel gehad. Meneer Bak heeft nog een vraag. Even aanvullend, om het goed te begrijpen, zou de wethouder nog een paar woorden aan het papier kunnen toevertrouwen om toch eens te kijken wat de juridische positie van de gemeente nu exact is, zodat we daar ook even goed over kunnen oordelen van of het nu wel waard is om te instemmen of niet, wat de positie daar van de gemeente inderdaad in is? De juridische positie is van de juridische positie van de gemeente is, bij het niet vaststellen van een bestemmingsplan. In vergelijking met het wel vaststellen van bestemmingsplan. Oh. Dat vind ik wel een heel interessante namelijk. En, maar waar doelt u dan op? Wat de juridische positie is, dat vind ik wel een hele lastige. Nou ja, waar het mij om gaat is van wat is de positie van de initiatiefnemer als wij als raad zeggen wij gaan hier niet mee akkoord? Nou, dan zal de initiatiefnemer daartegen in beroep kunnen gaan. Want die geeft aan, ik heb alles gedaan. Ik heb alle onderzoeken verricht voor het bestemmingsplan. Even los van de handhavingszaak. En alle onderzoeken wijzen uit dat het kan. En u houdt dat tegen. En dan zou je kunnen zeggen, even het gevoel laten spreken. Ja, maar we hebben ook nog een handhaving met u lopen. En dan zal de rechter zeggen, ja, daar gaat hij niet over. Ja?
Dus ik vind dat lastig om te duiden wat de juridische positie is. De positie is dat er een verzoek ligt wat volgens, volgens allerlei onderzoeken passend is. En dan zeggen we als overheid, ja, en toch gaan we het niet doen. Ja, ik weet niet hoe dat traject verder loopt. Ja? Dat vind ik ook lastig. Dus vandaar de vraag, is daar jurisprudentie van, is daar een inschatting van te maken, ook in relatie met wel een handhavingszaak die loopt. Hè? Dus daar ben ik even zoekende naar. Mijn ambtenaar zit achter me, ik hoop dat hij meegeschreven heeft. En ik wil daar... Ik wil daar wel even heel snel naar laten kijken van, kunnen we daar een indicatie van geven? Ja? Maar het lijkt me nu even lastig zo hier staat. Ja? Meneer Reiling, u had ook nog een vraag. Eén ding is mij nog niet helemaal duidelijk. Meneer Jacobs heeft een aantal jaren geleden een stukje bedrijventerrein gekocht met de bestemming 3.1. Daarna komt hij met, daar heeft hij waarschijnlijk van de provincie gekocht. Nee. In ieder geval niet van u. Nee. Anders had u hem wel op Kadingenveld neergezet waarschijnlijk. Hij koopt een stukje industrieterrein 3.1. Wil dan daar een wijziging bestemming graag op doorgevoerd hebben, dan is dat risico toch volledig aan hem. Of zijn hem toezeggingen gedaan. Dat is hetgene wat ik niet snap. Nee, een keiharde toezegging kun je nooit doen. Maar de heer Jacobs is toen met ons in overleg getreden. Vanwege ook de situatie op zijn plek waar hij toen bezig was. En omdat we 4.2 op het bedrijventerrein Kadingenveld, daar waren we mee in gesprek. En het was ook voor een bedrijf lastig om een bedrijf als Jacobs naast je te hebben. Dat heeft ook te maken met, als je iets in de food doet, heeft dat iets te maken met imago. Ja? En toen kwam hij van, dan wil ik graag deze plek en past dit in de bestemming. En daar hebben we van aangegeven, een groot deel van de activiteiten pas kwam en een deel niet. En toen hebben we een soort quickscan gemaakt als hij zo'n verzoek indient, valt dat dan uit te voeren? En toen hebben we gezegd, we willen daarvoor ons uiterste best doen, want we denken met de gegevens die we toen hadden, dat het past. Dat hebben we aangegeven. En we hebben gezegd, maar 100% garantie kunnen we nooit geven, want uiteindelijk kan er ook een rechter over gaan in dit land. En dat is ongeveer, ik kan me niet meer letterlijk herinneren, maar dat is ongeveer de strekking geweest. Ik ben er één keer zelf bij aanwezig geweest. Dat is ongeveer de strekking geweest van de boodschap die we voor aankoop meegegeven hebben aan de heer Jacobs. En er zaten wat verplichtingen van zijn kant en er waren wat verplichtingen van onze kant. En toen hij daar begon met de activiteiten hebben we gezegd, maar we willen wel een instrument in handen hebben straks om te kunnen handhaven. En toen hebben we gezegd, we kunnen vergunnen wat in 3.1 past en voor het omgevingsvergunning milieu. Of we gaan een aparte omgevingsvergunning milieu verstrekken. Om daar duidelijk ook een lijn te hebben van tot zover en niet verder. En dat is wat er gebeurd is. En dat het zo verrekte lang geduurd heeft. Ja, dat is omdat we elke keer zaten van we konden geen, met name over verkeer, geen stappen zetten. Omdat de provincie in de discussie zat waarin ze zaten. Over de toekomst van de N377. En dat heeft toch 2,5 uur oponthoud, denk ik, wel betekend. En dat is gewoon heel vervelend. Oké, duidelijk. Was u aan het eind van uw betoog? Nou, niet aan het eind, maar wel van mijn betoog. Ja, dat zeg ik. Goed, dank u. Is nog behoefte aan... Voorzitter, misschien voordat we de tweede termijn gaan, heb ik wel even behoefte om met een aantal collega's te sparren en even te schorsen. En hoe lang had u daarvoor nodig gehad? Nou, ik denk dat het heel vrij eenvoudig kan in een minuutje of vijf. Vijf minuten? Oké, dan schort. We hebben meteen even een plaspauze. Dus, vijf minuten. Ja. Dames en heren, wilt u de plaats weer innemen? Want we gaan weer beginnen. Als iedereen zit, dan gaan we beginnen. En wie nog niet zit, die zit niet. Meneer Bak. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, er zijn op dit moment een behoorlijk aantal vragen gesteld richting de portefeuillehouder. Onder andere de vraag hoe het zit met de juridische positie van de gemeente in deze. Wij willen daar toch graag uitvoerige beantwoording op. En ik wil het voorstel hier in het midden leggen om die uitvoerige schriftelijke beantwoording af te wachten. En
dit onderwerp weer opnieuw in de volgende oriënterende ronde te behandelen. Dus niet doorgaan nu naar de Raad. Eerst uitvoerig zorgen dat we de nieuwe informatie met elkaar kunnen beoordelen. En van daaruit door naar de volgende oriënterende ronde. En dat is, ja, dat is met 14 dagen. Als dat kan in die tijd, als de portefeuillehouder meer tijd nodig heeft, dan is dat op zich ook prima. En die wil graag daar wel een reactie op van de collega raadsleden, of dat een voorstel is zoals wij dat met elkaar willen omarmen. Ja, wie wil voorzitter, een reactie geven? Meneer Orink. Daar zijn wij het mee eens. Ik denk dat de combinatie van milieu, maar wat voor ons ook zeer zwaarwegend is, zeg maar de verkeerssituatie, die voor ons ook onwenselijk is, willen we dat met de toezeggingen die de wethouder gedaan heeft, we dat graag nog eens een keer in, terugzien in een oriënterende ronde. Oké, meneer Van den Berg. Ik sluit me graag aan bij de woorden van de heer Orink. Meneer Mulder. En vanuit de PvdA sluiten wij ons hierop aan. Ja. Meneer Rodemond. Idem dit zo. Mevrouw Ram, Kelder. Ja, wij sluiten ons daar ook bij aan. Wij willen ook graag meer informatie. En voorzitter, wij sluiten ons er ook daarbij aan, maar daarbij hopen we wel dat, dat het geen haastwerk wordt, dat het over 2 weken moet, maar dat het goed wordt gedaan dan maar over 4 weken. Oké, dank u wel. Meneer de wethouder. Voorzitter, dank u wel. Prima om een notitie te leveren met aanvullende informatie, maar mag ik voorzitter de raad vragen om dat toch nog wat nader te duiden, dat we straks wel antwoord geven, een reactie geven op de vragen, want juridische status en zo, dat zijn wel hele brede begrippen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er uit uw raad even kort een memootje komt, ja, wat de raadsbreed gedragen is van nou, dit is de informatie, en dat hoeft niet door iedereen gedragen te zijn, maar dit is de informatie waar we behoefte aan hebben om straks een goede voortzetting in de discussie hier te hebben. Als ik dat zou kunnen krijgen, want als ik nu naar huis rijd, dan wil ik graag weten van waar moet ik op reageren. En dit is me nog wel heel erg breed en wieberig enzovoort. Ja, en dat zal vast aan mij liggen. Maar als ik die toezegging van de raad kan krijgen dat ik op zeer korte termijn even een goede duiding krijg van wat zijn nou de vragen, en dat kan dan via de Griffie waarschijnlijk wel mijn kant op komen, dan zullen wij daar met onze deskundigheid en onze deskundigen mee aan de slag gaan. Ik heb het geïnterpreteerd als een procedurevoorstel waarin de toezeggingen die u reeds eerder heeft gedaan, maar uitvoerig worden beschreven. En dat dan nog weer even voor de volgende keer nog weer behandeld wordt. Ja. Voorzitter, als ik daarop mag reageren. Ik denk, meneer Wethouder, dat uw vraag in ieder geval voor mij klip en klaar is. Ik begrijp ook uw reactie daarop, want het is ook al gedurende deze vergadering is het ontstaan. Dus ik denk dat wij zeker in staat zijn om met elkaar die vragen wat dieper te definiëren en wat duidelijker te definiëren. Ik wil dan procedureel, voorzitter, het voorstel doen dat we daar ook even de tijd van nemen om dat met elkaar goed te doen. En dat hebben we zeker deze week voor nodig. Dus mijn voorstel zal zijn om dan het voorstel niet aankomende oriënterende ronde te doen, maar over 4 weken. Prima, dan kan ik daarmee instemmen. Maar goed, ik kijk ook graag naar de collega's. Is iedereen daarmee akkoord? Ja, dan hebben we het zo afgesproken. Ja. Oké, daarmee is dit onderdeel gepasseerd. Gaan we over naar agenda punt 5. De stadnotitie omgevingsvisie. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Mulder. Mevrouw Van den Hoek, mevrouw Hof. Oké, meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter. We hebben het stuk uiteraard doorgenomen. En wat ons opvalt is dat er met name ingestoken wordt op een ontwikkeling van zaken. Wij vragen ons daarbij wel af van nou, hoe hou je de punten die nu goed zijn, dus ook het behoud van de huidige kwaliteiten. Daarnaast wordt het vooral op de kernen gericht. Maar hoe gaat het met de platteland en de natuurgebieden, dus ook de buitengebieden? Daar willen we toch wel een beetje van de portefeuillehouder weten hoe die daar kijken en hoe dat meegenomen wordt in dit proces. Als we het dan hebben over een stukje participatie, hoe wordt de participatie geborgd?
wat zijn een stuk spelregels dat je aan de voorzijde ook weet? In ieder geval de verwachting die je creëert in participatie en hoe zorg je dat je niet verkeerde verwachtingen schept? Hebben we daar kaders voor en hoe worden die in de procesgang meegenomen? Voor zover. Oké, dank u wel. Mevrouw van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft deze notitie gelezen als echt een startnotitie. Oftewel, er zijn een aantal richtlijnen aangegeven en daar gaan we op bouwen. In dat opzicht vinden wij het een goed en helder stuk. En we hopen dan ook dat in de aanloop, in de sessies die wij hebben, de informatie die we op gaan halen, duidelijkheden gaan verschaffen vanuit de samenleving met ons. Waaronder de vraag van de heer Mulder van Partij van de Arbeid. Dus puur zeker startnotitie en daarmee een uitstekend stuk. Dank u wel. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij om te beginnen graag aan bij de vraag van meneer Mulder, waar het gaat om reeds bestaande beleidsrichtingen en visies. Ook wij zien het als startnotitie, maar wij willen wel graag even van de wethouder horen dat wat er al ligt en nog goed is, dat dat niet in het kader van we gaan met iets nieuws beginnen in de prullenbak belandt, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Over die intensieve samenwerking en het scheppen van verwachtingen, die vraag hebben wij eigenlijk ook. En gaat het ook om uitbouwen van samenwerkingen die er al zijn of blijft het bij de samenwerkingen zoals ze er nu zijn? En dan dat niet alleen met betrekking tot binnen onze eigen gemeentegrenzen, maar er is ook sprake van intensieve samenwerking tussen de gemeente en haar omgeving. Dus als de wethouder daar even wat meer over wil zeggen, heel graag. Wij zien met u veel kansen. Ik was nog even benieuwd op het gevaar af dat het een stokpaardje dreigt te worden, maar zien we ook risico's? En kunt u daar wat over zeggen als er op dit punt of op dit moment in de tijd al iets over te zeggen is? Ik was nog even benieuwd naar of er voldoende tijd is voor stap 2. Dat gaat over co-creaties met inwoners tot en met de zomer van dit jaar en dat start volgende maand. Dat is relatief kort, denk ik, als je veel mensen wilt spreken en veel informatie wilt ophalen. Dus is dat voldoende? Over hoe gaan we adequaat communiceren met onze inwoners? Dat zouden we ook nog graag willen weten, maar dat haakt ook een beetje aan de vraag van meneer Mulder. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hof. Meneer Breukelman. Ja, dank u wel, voorzitter. Er blijven nog een paar vraagjes over. En de eerste is van in hoeverre ligt er ook een relatie met de aanwijzing van de streekfunctie? Komt dat nog verder in het plan terug? De vraag over de kaders is gesteld. En wat er in het proces ook bij hoort is, wanneer komen nou zeg maar, die verschillende programma's, zoals het gaat om gebied, milieu, thema's, wanneer krijgen die ook een concrete beslag in het stuk? En bij die vraag kunt u misschien ook even een doorkijkje geven verder in het proces, ook als het gaat om de stappen 3 en 4. Verder wordt in het raadsvoorstel ook gesproken over sociaal ondernemen. En er staat ook nog iets in over de herrijking van de toekomstvisie. Daar is voor mij in de bijeenkomst van vorige week al iets over gezegd. Volgens mij moet die zin in die hoedanigheid daaruit. Graag daar nog een reactie op. Er wordt gesproken over derden die Hardenberg nog niet zo goed kennen. Om die tot anders de deur van de Hardenberg te maken. Ja, de vraag die wij dan een beetje hebben, hebben wij zelf dan niet genoeg ambassadeurs? Dat hebben we ook ten eerste termijn even bij gehad. Oké, dank u wel, meneer Breukelman. En dan zou de wethouder willen vragen de beantwoording op zich te nemen van de vragen die gesteld zijn. Voorzitter, ik ben niet zo goed in spreekwoorden en gezegdes. Maar er is iets met een spreekwoord waar ook in staat iets van of gezegd hebt, behoud het goede. Ja? Maar ik waag me nu niet aan het hele gezegde, want ik heb het idee dat je daar de pers wel mee kunt halen als je verspreekt. En die behoefte heb ik nu niet. Maar terecht de vraag van, gaan we nou alles wat we bedacht hebben de afgelopen jaren, gaan we dat nou allemaal opnieuw doen? Nee, gelukkig niet. Wat we doen, is het staand beleid, wat er is, dat vindt een herijking plaats. En ik denk dat heel veel beleid, dat in grote lijnen gewoon gehandhaafd blijft. Ja? Maar we voegen ook een paar thema's toe. En dat is
dat ben je ook verplicht om dat toe te voegen, dat is gezondheid en veiligheid. En misschien moet je op basis van, als je het hebt over op bepaalde plekken een gezonde leefomgeving, misschien moet je dan wel iets in je uitgangspunten buitengebied af. Ja? Andere uitgangspunten, misschien moet je daar wel iets herijken en op een andere wijze vaststellen of anders normeren, om ook aan dat uitgangspunt gezondheid te kunnen voldoen. Maar de lijn is niet om alles omver te werpen, zeker niet. Ja? Het is het ook wat bij elkaar brengen. Vanuit, waar staan we nu? Wat voor ontwikkelingen zien we? En hoe denken we dat die in Hardenberg kunnen landen? Ja, dat is een beetje populair jargon. Maar dat geeft denk ik wel het beste weer hoe wij ermee aan de slag willen. En vooral niet alles omverwerpen. Terechte opmerking, hoort het buitengebied dan nergens bij? Nou, stad en ommeland zeggen ze dan. Maar als je kijkt, neem maar even niet een kern als Brug de Veld bijvoorbeeld neemt. Daar hoort ook het hele buitengebied bij. Nou, bijvoorbeeld een Hardenbergenveld, dat is geen kern, maar dat is een gebied. Dat kent een eigen soort plaatselijk belang. Maar we proberen gemeentedicht, dat is de grote kernen, de kleinere kernen en het buitengebied. Die willen we er volop bij betrekken. En hoe ga je nou die participatie vormgeven? En hoe hou je er dan ook aan met elkaar? Nou, dat is een van de dingen die we over 14 dagen met u willen gaan bepalen. Hoe hoog willen we op de ladder zitten? En kan dat per thema verschillen? Ja? De hoogte aan de ene kant van wat laten we los betekent ook iets voor de hoogte aan de participatiegraad aan de andere kant. En dat moeten we dus ook gaan bepalen en dat zullen we ook moeten bewaken. En daar heeft u een niet onbelangrijke rol in. Laat ik dat even zo aangeven. En het is aan ons allemaal om als je inzet dat je ook volhoudt tot het eind en niet dat je daarin onze inwoners die zich betrokken hebben getoond teleurstelt doordat je niks meer van je laat horen of ze verder er niet meer bij betrekt. Dat proces zullen we gezamenlijk moeten bewaken. En op over 14 dagen is dat thema aan de orde. Goed. Wij hebben verschillende stakeholders waar we mee moeten spreken, ook buiten onze gemeente. En dat is gewoon een verplichte consultatie. Want een omgevingsvisie, de omgevingsvisie zoals die er komt te liggen, dat is ook een soort, daar heb je het woord weer, juridisch document. Straks bij het vaststellen van je omgevingsplannen moet je ook aan kunnen tonen dat je draagvlak, dat je consultatie hebt gepleegd in de ronde van de omgevingsvisie. Ja, dus als je er met een jantje verleiden van afmaakt en er komen zienswijzen, en er komen bezwaren, dan zul je echt goed aan moeten geven van ja, maar we hebben bij de omgevingsvisie hebben we dit al gecommuniceerd, met mensen gedeeld, dat hebben we al opgehaald van onderaf. Dus het is niet maar zo dat je met een jantje van Leiden vanaf kunt maken. Ja, wat zijn de risico's? Nou ja, we hebben zelf nog wel de planning, dat vinden wij best wel in dit hele traject, een risico. En natuurlijk kunnen er in de uitwerking straks risico's zitten, dat als je die omgevingsvisie, als je die ter inzage legt, dat er toch opeens mensen die niet meegesproken hebben, toch opeens, en dat zie je vaker, een opvatting hebben. Maar op zich vind ik dat geen risico. Want als daarmee de omgevingsvisie meer draagvlak en draagkracht krijgt en daardoor beter wordt, zie ik dat niet als risico. Maar de planning op zich is best een hele forse. Want als je al die dorpen en buitengebieden in wilt, dat is nog wat. Nou, bij ons binnen de gemeentelijke organisatie staan er hoeveel teams? Ik kijk even naar de tribune. Hoeveel teams hebben wij inmiddels zo'n beetje rondom de gesprekken, de buren, zijn dat 4, 5 of zo van ambtenaren? In die orde van grootte? Ja, 4. Dat zijn 4 teams die allemaal zelfstandig, zeg maar, opereren om dingen op te halen. En ook over 2 weken zal u een discussie met elkaar moeten gaan voeren van, en wat wordt de rol van de raad erin? Hoe actief gaat u daarin participeren? Ja. Maar we hebben dus al teams geformeerd die nu al bezig zijn met allerlei verkennende voorrondes, zeg maar even. Ja, die fase 2, dat is wel de hele intensieve. En kijk, laten we 1 ding helder hebben. Ik denk niet hoe graag ik het misschien zelf zou willen, maar ik denk niet dat voor de verkiezingen het lukt om gewoon een afgeronde omgevingsvisie te hebben. Dat gaat je niet lukken. Maar het zou heel mooi zijn als je fase 2 en misschien fase 3 en de verschillende scenario's op papier hebt, wat dan onderdeel kan zijn van de verkiezingen. Ja? Dat zou heel goed kunnen. Maar goed, laten we het traject op de voet volgen met elkaar. En ook afspreken dat we er geen haastklus van maken. Hè. Vanavond al vaker, zeg maar, dat we een gedegen stuk hebben. Alleen,
als op 1 januari 2019 de omgevingswet in werking gaat, dan, ik zeg niet dat er een straf op staat, maar dan wordt er vanuit gegaan dat je al een omgevingsvisie hebt. Maar het is nog maar de vraag voor mij of 1 januari 2019 wel gehaald wordt. Dat zou, ik hoor nu al geluiden dat het weer met een half jaar opschuift. Maar goed, laten we ons daar niet door laten leiden, want niet alleen voor de omgevingswet, maar ook voor allerlei andere dingen is het heel belangrijk dat je die omgevingsvisie hebt. Ja, die streekfunctie. Ja, kijk, de streekfunctie is niet iets wat je hebt en waar de provincie maar gewoon van alles toekent. Die zul je zelf moeten laden. En het traject wat we lopen met de streekvisie, daar hopen we ook onze streek, of met de omgevingsvisie, hopen we ook onze streekfunctie lading te geven. Ambitie mee te geven. Ja? Dat is spel waar we met elkaar moeten, of geen ambitie als we het niet willen, maar we hebben voor die streekfunctie geknokt. Ja, dan zullen we, als wij er niks aan doen, dan ben je hem over 4 jaar kwijt en zegt de provincie, hebben niks mee gedaan. Dus je zult zelf in die omgevingsvisie, in dat hele traject, daar ook iets moeten doen. Ja, de toekomstvisie had er gewoon uitgekund. Want er is volgens mij in het presidium afgesproken dat als het thema's oplevert die we goed kunnen gebruiken, dan nemen we die later wel mee in de toekomstvisie, maar dat gaan we nu niet als traject meenemen. Het sociaal ondernemen staat er wat nadrukkelijker in, omdat we zien heel veel raakvlakken, maar ook omdat we het heel praktisch vinden om niet 2 keer achter elkaar, ja, en dan ettelijke keren, naar de bevolking toe te gaan van mogen we weer uw opvatting. We weten ook dat er dan een vorm van metaalmoeheid ontstaat. Ja, hebben we zelf nou. We hebben fantastische ambassadeurs. Daar bent u er zeker 31 van als u er allemaal bent. We hebben andere ambassadeurs. Ja, dat is ook, maar het is soms ook goed. En de naam van de persoon ontschiet me, maar ik weet iemand die bijvoorbeeld over het landelijk gebied een autoriteit is in dit land. En het zou goed zijn om zo iemand, als je wat verder in het traject bent, om die eens mee te laten kijken. Om ook eens te laten waarnemen. Nou, wat 2 weken geleden hadden wij hier onze hoogleraar, ik ben even zijn naam kwijt, of professor Hospes. Ja, die ook tot ontdekking kwam dat hij veel meer was en dat hij toch anders ging dan wat hij had verwacht. En je ziet al in zijn publicaties, en je ziet het ook al in zijn colleges, ja, zie je hem al daar over vertellen. Nou, zo iemand zou heel goed, ja, een visie die wij bijvoorbeeld gaan formuleren of hebben op het buitengebied, wat misschien anders is dan elders, dat hij daar ook een soort ambassadeursrol heeft. En dat zou heel goed kunnen in zijn lobbynetwerk, richting Tweede Kamer zo af en toe, maar ook richting belangenorganisaties. Nou, daar zitten we aan te denken. En dat is niet een makkelijke opgave, het is ook niet een must. Maar je kan beter zo af en toe hebben dat een ander het voor je en over je vertelt, dan dat je het zelf vertelt. Dat is een beetje wat hierachter zit. Dat is even mijn verhaal, voorzitter. Oké, dank u wel. Wethouder, zijn er nog vragen voor de tweede ronde? Kijk even rond, CDA niet. Niet. Daarmee is dit afgesloten, maar niet nadat ik nog gevraagd heb van kan het een hamerstuk worden of wordt het een bespreekstuk? Een hamerstuk? Een hamerstuk. Goed, dan gaan we nu over naar punt 6 van de agenda, de rondvraag. Is er nog iemand die wat te stellen heeft in de rondvraag? Niet. Dan de afsprakenlijst, oriënterende ronde, staat hier. Maar er zit geen stuk bij. Nou, dan kunnen we volstaan nu met de sluiting. Ik dank u voor uw aanwezigheid en wens u een goede thuisreis.